In deze proef gaan we het belang van lichtenergie voor het maken van zetmeel aantonen. We hebben hier een plant en mevrouw Wuit die heeft daar een aantal blaadjes bedekt met zilverpapier. En die heeft dus een tijd in de zon gestaan. En we gaan nu een aantal van deze blaadjes selecteren. We knippen een blad af waar een strookje zilverpapier aan vasthing. En we knippen om te kunnen vergelijken ook een blad af waar helemaal niets aan hing. Zo. En we gaan nu verder met deze twee blaadjes een experiment doen. Eerst en vooral neem je het zilverpapier af van het blad op een voorzichtige manier. Die hangen vast met paperclips, dat moet je eerst door hebben. Ja. Oké. Okay. We zien op het zicht niet veel verschil tussen de twee blaadjes. De twee blaadjes zien er exact hetzelfde uit. Nu gaan we eerst de blaadjes koken in water. Dat is om de cellen kapot te maken, want er zit een kleine waslaag op een blad, waardoor dat ons experiment anders niet kan lukken. We doen dit 10 seconden. En dan halen we het blad terug. Uit de kokende vloeistof. Zo, dat was blad 1. En nu nog blad twee. Nu gaan we wat alcohol, en dit is zeer sterke alcohol, dus 96% alcohol, gaan we in een bekerglas gieten. En deze zullen ervoor zorgen dat we de kleurstof van het blad kunnen laten wegtrekken. Dus we gaan de blaadjes hier nu in onderdompelen en dat, dan moet dit echt wel een, een serieuze poos blijven staan. Beide blaadjes gaan in hetzelfde bekerglas, dat maakt op zich niet veel uit. Zie je zo. Om het proces wat te versnellen gaan we dit bekerglas Aubain-Marie in de vloeistof stoppen. En nu zijn we zover, het is nu een stuk of twee uur later en we halen de blaadjes eruit. Je ziet dat het groen in het bekerglas blijft en dat de blaadjes zeer bleek zijn nu. En nu kunnen we hier lugol op druppelen. Lugol is, zoals je weet, een reagensvoorzetmeel. En nu willen we graag weten wat het effect was van dat zilverpapiertje in het begin. Dus we doen lugol op het ene blad en ook op het andere blad. Voldoende lugol zodat het effect duidelijk wordt. Wanneer Lugol euh, verkleurt, dus blauw-paars wordt, dan, of bruin, dan is er een zetmeel aanwezig. We stellen vast dat het ene blad volledig bruin wordt, terwijl bij het andere blad er een strook in het midden bleek blijft. Dus daar is geen zetmeel gevormd, terwijl in het rest van het blad wel zetmeel werd gevormd.